komt hier over de streep als winnares. Hoe voelt dat dan hier in de Ladies Tour? Oh ja, dat is natuurlijk heel leuk. Ik zit constant vooraan te koersen om toch te proberen mee te springen met een ontsnapping. En uiteindelijk lieten ze onze ontsnapping wegrijden omdat ja, alle ploegen vertegenwoordigd waren. Dus dat was wel heel positief voor mij. 10 kilometer van de finish heb ik beslist om niet meer rond te draaien om gewoon altijd op die sprint te zitten en hopen dat we niet werden teruggepakt. Ja, Tetrick die reed weg en die leek nog even vooruit te blijven. Schrik je daar dan niet van? Nee, we zijn redelijk rustig gebleven. Er zaten nog goede meisjes aan voor, dus ik rekende daar een beetje. Ja, maar je zit wel als enkeling dan. Ja, dat is waar. Ik was als enigste Belg, maar het was precies niet mijn nadeel. Ja, je reed op een gegeven moment met die 12 weg. Je zegt al, jullie hadden het idee dat je weg echt bleef. Maar op een gegeven moment kwamen ze nog wel dichterbij. Ze kwamen nog weer tot op 25 seconden. Ja, op 10 kilometer van de finish denk ik dat ze ook nog een keer zo redelijk kort kwamen. We zagen ze rijden. Dat was wel gevaarlijk, maar in één keer terug 45 seconden, dus dat waren 7. Ja, is jouw Ladies Tour vandaag gelijk geslaagd? Ja, ik was een beetje ziek begonnen, dus dat was eigenlijk allemaal een beetje in twijfel. Maar met een overwinning dan kan ik zeker content zijn.